Dit is Daisy en ze kan horen en zien. Waar ben je naar op zoek? Nou, ik ben op zoek naar een zachte handdoek. En hoe weet je of het goed is? Nou, ik probeer het heel erg te voelen. En als ik denk, ja, dit is lekker zacht, dan neem ik het. Nou, deze vind ik ook wel lekker zacht. Moest je niet twee handdoeken meenemen? Oh ja. Maar hopen dat het dezelfde kleuren zijn, toch? Nou, als Daisy iets wil koken, of als een blind iets wil koken, is het heel belangrijk dat je ook weet wat je hebt. Dus we gaan even kijken of Daisy weet wat ze voelt. Als eerst dit. Hier. Citroensap. Nou, dat is dus goed. Zet het maar toe. Oh. Mag ik het eigenlijk ruiken? Jawel. Dan is het pesto. Dat is goed. Ja. Oh. Iets van saus? Ja, maar wat voor saus? Misschien kan je het ruiken of proeven. Chili saus? Ja. Oké. Is iets of. Nou. Ik wist je wat het was? Gewoon door vaak in de keuken te staan en veel dingen te voelen, weet je wel. Oh, door die bollenvorm weet ik dat dat is. En gewoon door veel te proeven, maar dan wel weinig te nemen, want stel je voor je neemt peper. Nou, dan weet je ook gewoon wel wat het is. En door veel te oefenen. Een blind iemand moet natuurlijk ook door zijn huis lopen. En nou ja, in dit geval loop je even door mijn huis. Maar kan je naar de badkamer gaan? Ja. Ah, niet in de weg staan, hè? Ik stop. De badkamer, zei ik. Maar dat is... Hier is op de wc. Ik zei de badkamer dit. Hoe lang is deze trap? Nou, volgens mij zijn we er. Was het
het om blind te zijn? Nou, het was wel heel erg moeilijk. Want, nou ja, veel dingen kan je denk ik niet in je eentje doen. Want dan kan het best wel gevaarlijk worden. En daarom hebben veel blinden denk ik ook een stok of een blinde geleidehond. Maar soms heb je denk ik ook wel echt een persoon nodig, bijvoorbeeld bij het winkelen. En, nou ja, ik denk dat het ook wel moeilijk is als je bijvoorbeeld gaat verhuizen. Want als je al heel lang als blind in hetzelfde huis woont, dan weet je goed waar je naartoe moet. Maar als je opeens in een ander huis bent, moet je wel vaak oefenen. Dus ik vond het wel moeilijk, maar ik weet nu wel ongeveer hoe het is. En Daisy doet nu de dopjes in, waardoor ze het kan ervaren alsof ze doof is. Hoor je mij? Nee. En dit moet heel erg gillen. Hoe was het om doof te zijn? Nou ja, wel heel moeilijk, want ik kan hem normaal natuurlijk wel horen, maar het is wel een pluspunt dat je kan zien, want je richt je wel heel erg op het zien. Want je kan bijvoorbeeld een gezichtsuitdrukking zien veranderen, maar je hoort geen boze stem of zo. En nou ja, als je heel erg veel, ik hou heel erg veel van muziek, dus dat is ook wel heel moeilijk.